innovatieplatform van de Nova. Bestaat het recht op privacy nog? Dat is een lastige vraag voor juristen. Het recht is springlevend, absoluut. Maar in de praktijk is het de vraag of wij nog wel zoveel privacy genieten met alle inbreukmakende technieken die er tegenwoordig zijn. Ik denk dat het goed zou zijn als advocaten een soort digitaal rijbewijs hebben waarin ze meer begrip hebben van wat informatiebeveiliging is en wat de risico's zijn. Als je dan de advocaten zelf vraagt, zegt 2/3 zegt we gaan niet naar de cloud voor veiligheidsredenen. 1/3 zegt we gaan wel naar de cloud voor veiligheidsredenen. Ik sluit hem bij de minderheid aan, omdat de clouddiensten vandaag de dag van veel aanbieders al zeker veilig genoeg zijn om daar goed gebruik van te kunnen maken. Vroeger was het zo dat al die gegevens veilig op het kantoor stonden, maar nu besteden veel advocaten het uit. Dat kan zonder meer, maar bedenk heel goed na welke data je precies uitbesteedt, bij wie je dat doet. En vooral teken niet blind bij het kruisje, want dan is de kans dat je de vertrouwelijkheid daarmee schendt heel erg groot. Advocaten zijn vanuit origine niet heel erg tech-savvy, om het maar zo te zeggen. Borg het nog meer in de opleiding van de rechterstudent. Ik denk dat dat een hele goede stap zou zijn.